seksclub ondersteboven. Oh my god, die sfeer gelijk. Wat is dat lekker altijd, hè? Ja. Je hoort Marit Idema een beetje geluidjes maken. Marit, goeie avond. Goeie avond. Hey, welkom. In samenwerking met Easy Toys gaan we het weer doen. Seksclub ondersteboven. Yes. En we behandelen altijd een lekker thema. En vanavond hebben we vanavond iets moois. Hebben we iets bijzonders. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Je hebt er nog nooit van gehoord? Nee. Nee? Nee, kan je even vertellen waar we het over hebben? We gaan het over erotische feesten hebben. En bedoel je dan dat je nog nooit van erotische feesten hebt gehoord? Of nog nooit van high-class erotische feesten? Want over dat laatste gaan we het specifiek hebben vanavond. Nou, die bedoel ik. De high-class erotische feesten. Ja. Ja. Wat is nou het grote verschil? Dat wil je dan vast weten, of... Nou, ben je er wel eens geweest? Laat ik daarmee beginnen. Ja, ik ben echt naar allerlei soorten erotische feesten geweest. Eigenlijk ja, de seksfeesten. Voor mijn werk, maar ook privé. Ja, je hebt van alles. Je hebt de parenclubs, je hebt de fetishfeesten zoals Wasteland. En dan heb je de high-class erotische feesten. En eigenlijk het grootste verschil met de parenclub is dat het veel laagdrempeliger is. Daar is iedereen welkom. En dat geeft een bepaalde sfeer. Mensen hebben ook veel seks, ook in het openbaar. En op de high-class feesten gebeurt eigenlijk de echte seks meer achter gesloten deuren. En de dresscode die is net wat chiquer. Dus vrouwen hebben hele mooie lingerie-setjes aan. En mannen pakken. En mannen pakken? Ja. Hè? Ja, dat klinkt een beetje seksistisch, hè? Nee, maar meer er van zit wel een gedachte achter. Onhandig gewoon. Ja, maar de gedachte die erachter zit... Wat is nou ontzettend aantrekkelijk om een man in te zien? Dan denk je niet een boxershort met daaronder slippers. Nee, zo'n voorraadstring, nee. Ja, dus je denkt van, oké, wat kunnen we bedenken... wat mannen zo aantrekkelijk mogelijk maakt? En dan kom je toch wel op een mooi chic pak. En niet op een giletje met daaronder een boxershort. Vind ik in ieder geval totaal niet opwindend. Oké, dan. En voor corona, hoe vaak ging jij naar een erotisch feest, denk je? Ik ga sowieso altijd standaard naar Wasteland. En ik denk iets van 6 keer per jaar. Je hebt iemand meegenomen. Kan je vertellen wie? Dat klopt. Ik heb Jorna meegenomen. Zij is de eigenaresse van het exclusieve erotische feest Big Little Secrets. Big Little Secrets. Jorna, goedenavond. Ja, hoi, goedenavond. Nou, daar zijn wij het, hè? Het trio waarmee je het moet doen op de radio vanavond. Hey. Jorna, Marit Idema en... Kan erger. En Manuel, goedenavond. Ja, ik denk het inderdaad ook. Ik wil het wel eventjes weten. De feesten die jij organiseert, waar hou je die? Ja, nou eigenlijk zijn al onze evenementen in Amsterdam. Hoe ga je dat regelen? Hoe? Het komt ook binnen in de Slam app. Ja. Op het moment dat jij een locatie belt. Kan je iets specifieker zijn? Nou ja, als jij een locatie belt. Ja. Ik hoorde net al dat het in de Adamtoren plaatsvindt bijvoorbeeld. Ja. Ja, de Adamtoren, dat is een uitzondering dat een naam werd genoemd. En eigenlijk over het algemeen zijn de locaties eigenlijk gewoon geheim. Dus dat wordt nooit gecommuniceerd. Dat wordt eigenlijk op het allerlaatste moment gecommuniceerd. Of het komt op het ticket te staan wanneer je een ticket koopt. Waar hebben mensen dan seks op dat feest? Want ik zie me nogmaals voor een dansvloer... waar je dan inderdaad gewoon lekker met elkaar een beetje kan flirten. Wij hebben speciale ruimtes. Wij noemen dat ook wel playrooms. En in de volksmond worden dat ook wel darkrooms genoemd. Maar laten we duidelijk zijn. Ja, seksfeesten. Je hoeft niet per se seks te hebben. Hè? Het kan. En het wordt niet meer op de dansvloer gedaan. Maar je kan dus ook gewoon gezellig een avond samen dansen. En teasen en pleasen. Of flirten, zoals we dat ook wel noemen. Maar hier gaat toch een hele bepaalde groep mensen naartoe, denk ik. Echt open-minded mensen die... Zeker, absoluut. Wat je wel merkt, zeker in de randsteden... is dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn van onze leeftijd. Rond de 30. Die denken van, nou, zo'n monogame lange relatie... dat is toch eigenlijk best saai op de lange termijn. Is er misschien iets meer? En wat Jorna zegt, dan je hoeft je niet meteen seks te hebben op zo'n feest zelf. Maar gewoon even kijken. Dat kan al heel spannend zijn voor je relatie. Wat is eigenlijk de leeftijd waarop je mag gaan? We hebben echt ook veel aanmeldingen van begin twintigers. En dan denken mensen, begin twintigers? Hoe dan? Ben je dan al bezig met dat soort dingen? Ja, ik liep op mijn 20ste ook al Wasteland rond. Ik zit even te kijken in de Slam app. Diebertje die vraagt aan jou. Ik heb een vraag. Moeten bezoekers hun telefoon ook inleveren? Nee, dat hoeft niet. Wat we wel doen is dat we alle camera's afplakken bij binnenkomst. Dus mensen moeten echt langs de deur. En daar worden dan de telefoons afgeplakt met stickertjes. Over telefoon gesproken, we gaan er even naartoe. Richie, goedenavond. Hoi, goedenavond. Jij hebt een vraag en je mag hem nu stellen. Ja, ik was benieuwd. Hè? Jullie hebben het over een desco. Maar zijn er ook regels waar mensen zich aan moeten houden? En wat zijn dan precies die regels? Zoals je zit niet zomaar aan elkaar. Dat gaat eerst met elkaar aankijken. En dan komt er een soort van goedkeuring. En dan mag je aan elkaar zitten.
Maar er wordt heel erg respectvol mee omgegaan. Dus ja, als iemand zomaar aan iemand zit en diegene zegt, nou, dat wil ik liever niet, dan, nou ja, dan gaat daar wordt daar respectvol mee omgegaan. Wat ik ook wel merk van, als we nog een ongeschreven regel mogen noemen, is dat eigenlijk vrouwen vaak het contact leggen. Oké, Richie, heb je het gehoord? Ja, zeker. Dus je moet je gewoon een beetje gedragen. Meld je aan? Ja, duidelijk. Hij gaat zich aanmelden en vooral niet de helikopter dus doen op de bar of zo. Richie, fijne avond. Dankjewel. Yo, hey, ik kijk nog even in die app van ons en daar komt ook binnen. Zijn de feesten gemengd, stuurt Dimitri? Zijn er alleen maar hetero's dus? Of is het een gemengde groep? Ja, goede vraag. Over het algemeen hetero en bi-curious. Dus het is ook voornamelijk voor stellen en single ladies. Kan ik ook alleen gaan, stuurt Justin? Justin is een jongen, neem ik aan? Nee, dat mag niet. Nee, helaas, Justin, je moet een leuke dame meenemen. Want ons feest is alleen voor koppels en single ladies. Ruby, jij hangt ook aan de telefoon. Goedenavond. Ja, hoi. Mijn vraag was eigenlijk, ik ben best wel benieuwd naar zo'n darkroom, hoe dat dan zit. Of dat dan voor juist meerdere mensen is. Of dat je met z'n tweeën daar naartoe kan. Of dat je daar weer aparte kamers voor hebt. Nee, het is eigenlijk een algemene ruimte, om het zo maar te zeggen. En dus ja, je ziet andere mensen ook seks hebben. Je kan ook met meerdere mensen seks hebben als je zou willen. Maar je kan ook samen met je partner een leuk hoekje opzoeken, zodat je met z'n tweeën gewoon leuke dingen kan doen. Of gewoon een beetje kijken. Dat mag ook. Je mag ook kijken. Oh, je hoeft niet per se in actie te komen. Laat ik het zo zeggen. Sommige mensen vinden het juist, tenminste dat is mijn ervaring, niet vinden het juist heel opwindend om bekeken te worden. Ruby, okay. Heb je wel eens een ander stijl seks zien hebben? Ik heb dat nog nooit gezien, behalve in porno. Dat is ook niet zo heel vreemd, hè? Denk je dat dat een shocker wordt als je dat gaat zien, of niet? Ik wil eerlijk zeggen, ik heb het zelf nog nooit gezien. Ik heb het wel gehoord, maar... Ja. Nee, ik weet niet of het echt shockend is. Want ja, wat je zegt, je kijkt gemiddeld mensen, je kijkt porno. Dus ik denk niet echt dat het shockend is. Nou, ik kan me best voorstellen dat het in het begin wel even is van wow, ho. Maar het werkt wel aardig. Ja, dat is heel erg. Maar volgens mij verheug jij je er wel een beetje op als ik het zo hoor. Ik zie jou ook wel losgaan in die darkroom. Nou, ga dus zeker een keer naar een feest van Big Little Secrets. En we mogen je wat geven namens Easy Toys. En dat is, de adventkalender. Ja, dan kan je alvast een spannende kerst beleven. Nou, super, leuk. Ja, dat is echt, dat is niet mis. Dat is een dure box en die heb je gewoon in de pocket, hoor. Ja, met heel veel verschillende speeltjes. Top. Ja. Ik ben jaloers. Dat is leuk. Nou, ik ben net single. Dus. Oh, top. Nou, dan komt hij heel goed terecht. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Easy Toys. Better toys, greater joys.